Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, heeft vandaag in het district Saramacca het capaciteitsversterkingsproject voortgezet. Het thema is Dringdresiwaktisiki. Bij dit project worden vertegenwoordigers van verschillende instanties, waaronder het commissariaat, getraind in rampenbeheersing. De bedoeling is om een speciaal rampeninstituut op te zetten in de districten dat bij eventuele calamiteiten direct kan inspringen. De onderwerpen die tijdens deze vierdaagse training behandeld worden zijn klimaatsverandering, genderaangelegenheden en kwetsbare groepen. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, merkt op dat bij rampenbeheersing er met veel zaken rekening gehouden moet worden. Het is volgens hem belangrijk dat de plaatselijke gemeenschap goed voorbereid is op calamiteiten. Dat betekent dat we ook op de scholen moeten gaan kijken hoe het staat met de brandbeveiliging. Hoe het staat met de ontruiming van die school. Als er iets mag gebeuren op de school, waar gaan die kinderen naartoe? Wie gaat ze opvangen? Welke organisatie gaat ervoor zorgen dat ze weggaan? En hoe staat het met die kinderen die nog op dat moment op het toilet zitten? Vooral bij de peuters en de kleuters. Ja dan? Dus je weet dat het een probleem is altijd met deze mensen. Ja? Dus er zijn zoveel dingen waar we aan moeten denken. En als je die voorbereidt erop, kan je onaangenaam verrast worden. Ja? En wanneer we deze plannen gaan maken en schrijven, dan ga je zelf merken waar de gaps zijn, dus waar zijn de gaten en wat moeten we doen om dat in te vullen. Als we niemand hebben om bijvoorbeeld op school te trainen, dan gaan wij zoeken wie kan die kinderen trainen. Districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubé van Saramacca is blij met het initiatief van het NCCR. Volgens burgervader is ook Saramacca de afgelopen tijd niet bespaard gebleven van rampen. Hij vindt het daarom goed dat de plaatselijke gemeenschap weerbaar wordt gemaakt tegen eventuele calamiteiten. U weet dat we sinds 2015 hebben we elk jaar hier rukwinden gehad. En het is niet uitgesloten dat we het weer hebben in 2018. NCCR heeft een slogan, Dringdresiwaktisiki. En toen hebben we gezegd van, daar komen Dringadresi. Ik heb toen gesproken met de kolonel Slijngaard en ik heb hem dus gevraagd om naar Saramacca te komen. En waar wij een team van mensen hebben vanuit RGD, de politie, brandweer, het Nationaal Leger en de bestuursdienst. Om dan een training te verzorgen, zodat er een unit ontstaat welke kan inspelen en inspringen bij rampenbeheersing. Om de coördinatie ter hand te nemen, om te kijken wat precies gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden, zodat we efficiënt en effectief kunnen bezig zijn bij een ramp of een ongeval, etc. Districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubé. De burgervader is blij met het capaciteitsversterkingsproject dat vandaag gestart is in Saramacca. De training duurt 4 dagen.